U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het is al een poos droog en in de landbouw zien we dat al terug. Er moet al flink beregend worden. En er kan dan weliswaar een enkel buitje voorkomen hier of daar. Veel stelt het allemaal niet voor. Voorlopig blijft het behoorlijk droog. We hadden wel wat bewolking vandaag. Stapelwolken boven Nederland. En die stapelwolken vormden zich met name boven land. Boven Duitsland waren de wolken net wat dikker. En die wolken, die zien we hier liggen. Die trokken langzaamaan ons land in en dat betekent in het noordoosten van het land toch nog een enkel buitje vanmiddag. Maar die buien zijn aan het verdwijnen, de wolken zijn ook aan het oplossen en vanavond is het heel rustig weer helder op de meeste plaatsen en de temperatuur gaat dalen naar een graad of 15. In de nacht zakt de temperatuur verder weg. In het oosten van het land tot 7 graden. Een frisse nacht dus. En lokaal kan ook wat nevel of een mistbank voorkomen. In de loop van de nacht trekken er ook weer eventjes wat meer wolkenvelden over. Maar het blijft droog. Morgen overdag dan geregeld zon. Stapelwolken in de loop van de dag. En opnieuw in het noordoosten van het land kans op een enkele bui. Temperaturen lopen wat verder op dan vandaag. Het wordt in de kustgebieden 18 of 19 graden. In het binnenland 22 tot 23 graden. Heerlijk rustig Hollands zomer. Weer. De vraag is of dat zo blijft en het antwoord is nee. Vrijdag neemt de kans op een bui al iets toe en ook in het weekeinde kunnen er buien vallen. Tussendoor is er af en toe ruimte voor de zon en de temperatuur doet weer een klein stapje terug. In het weekeinde is het ongeveer 19 graden. De dagen daarna gaat de temperatuur langzaam maar zeker wel weer iets omhoog, maar echt volop zomerweer zit er voorlopig niet in. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.